dit moment bij ons. Wel, we hebben een hele bijzondere andere gast. En dat is Mandy van den Berg. Begin dit jaar speelde zij een wedstrijd. Was zij matchwinner. Binnen 5 minuten scoorde zij toen de 1-0 tegen de koploper Willem II. Waardoor zij dus nu op weg naar misschien een landskampioenschap is. Graag uw aandacht voor Mandy van den Berg. Nou, u vond het met mij moeten doen inderdaad. Dus sorry voor de mensen die zich erg verheugd hadden op de wethouder. Nou ja, goed. Mijn naam is dus Mandy van den Berg. Speelster van ADO Den Haag Vrouwen, nu voor het 3e seizoen. En ja, mij is gevraagd of ik hier bij jullie wil zijn om samen met jullie allemaal deel uit te mogen maken van de opening van de multiveldjes. Wat ik uiteraard een hele eer vind om hierbij aanwezig te mogen zijn en hartstikke leuk. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat sporten uiteraard voorop staat in ontwikkeling. Zowel voor sociale contacten als de ontwikkeling voor je lichaam. En voor zowel jong als oud, wat net al is aangegeven, is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt en de mogelijkheid heeft om zich voldoende te blijven bewegen en zo ook te ontwikkelen. En daarom ben ik hartstikke blij dat ik hierbij aanwezig mag zijn om dat alleen maar te stimuleren en om hierbij aan te geven dat ik daar ook zo over denk. Dus zometeen gaan we richting buiten en dan mag ik samen dus met u gaan kijken hoe de veldjes worden geopend. En daar heb ik heel veel zin in en bedankt allemaal voor jullie aandacht. Dankjewel Mandy. Er is nog één trainer vandaag en dan gaan we daadwerkelijk naar de velden. Dus graag geef ik nu het woord aan Joke Hengeveld, de directeur van het Holstad Lyceum. Dankjewel. Er moet niet veel gezegd worden verder meer, want er moet natuurlijk gesport worden. En dat gaan we straks ook allemaal zien, want inmiddels is dat aan de gang. Er is hier een geweldig resultaat bereikt. Dat is al gezegd. Er waren heel veel partijen bij betrokken en die zijn ook allemaal bedankt. Maar ik vind het wel belangrijk om vanuit het Hofstad Lyceum nog een speciaal woord van dank te richten aan Rob Leenheer, de voorzitter van DUNO. Want zo gemakkelijk is het allemaal echt niet gegaan. Hij heeft genoemd dat we al vanaf 2004 bezig waren. En u zult begrijpen, als iets zo lang duurt, dan zijn er altijd momenten waarop de mensen denken, nou laat maar, het lukt toch niet. Rob was degene die steeds weer de energie opbracht. Jongens, dit is toch een fantastisch plan. En we gaan dat wel doen met elkaar. En als jij er dus niet geweest was, Rob, dan maak ik me sterk dat het allemaal niet zo mooi was geworden. Dus één extra woordje van dank aan jou, dat is zeker op je wens. En dan natuurlijk aan de paters van het Sint-Jansklooster hebben wij als Hofstad Lyceum heel erg veel te danken, want we hebben al een samenwerkingsverband van bijna een halve eeuw, geloof ik. Heel leuk dat we dit nu tot stand hebben kunnen brengen door de medewerking van de paters. Maar er zijn veel meer partijen die nu gaan samenwerken. En dat is het bijzondere van deze middag. Eigenlijk wordt er van heel jong, van kinderen in de kinderopvang 2 samen, tot en met mensen die al tientallen jaren bezig zijn met sporten, wellicht mensen van de Preva-stichtingen in het klooster, wordt strakjes op deze velden gesport. Ik denk dat het de moeite waard is om ook te bedenken dat dat zo lang kan duren. En dat je zo dicht bij elkaar met zoveel leeftijdsgroepen dat allemaal kunt beleven. We gaan dat dus ook strakjes doen. En ik mag de mensen die meegaan, de partijen, allemaal al om te beginnen een medaille meegeven. Dat is wel mooi, hè? We hebben de Olympische Spelen. Ik heb hier gewoon een bos gouden medailles. En we hebben weliswaar jaren getraind, maar de medailles krijg je zomaar. Aan iedere medaille hangt ook een sleutel, want alle partijen zijn straks verantwoordelijk voor het in orde houden, maar ook voor het steeds weer gebruiken en steeds weer verbeteren van de multiveldjes. Dus het is terecht dat alle partijen naast de medaille ook meteen een sleutel krijgen. Ja, jij gaat natuurlijk straks de opening doen, daar zeggen we verder niets over. Maar wel is het aardig om even de vertegenwoordigers van de partijen nu alvast de medaille om te hangen. En als eerste zou ik dat willen doen bij
namens Duno Monique Brandt, speler van het eerste elftal heb ik begrepen. Alle partijen staan ook genoemd op de medaille, dus niemand kan er straks meer onderuit. Namens het Hofstad Lyceum is dat Anne Loorsheid. Symbolisch hoor, de sleutel, want die moet je straks natuurlijk weer afgeven. We hopen wel dat je heel veel plezier hebt op de sportvelden. En namens de kinderopvang Twee Samen, Ingrid Bouwman. Nog nooit gehad. Het is ook een echte primeur, hè? Ja. Oké. En dan als laatste moet ik toch nog even iets vertellen. Want namens de Preva Stichting is deze medaille voor meneer Popti. Meneer Popti is een bewoner van de Preva Stichting. Die helaas zich niet bij ons kon voegen, omdat we naar boven moesten. Hij staat beneden in de hal te wachten in de lobby. Maar ik wil hem toch echt zelf omhangen. Dus ik stel voor dat we nu allemaal naar beneden lopen, want dan gaan we terug met jou. En dan geef ik de medaille aan meneer Popti.